Dag Karel. Dag Pablo. We zitten hier in de buurt van de markt. Er is nogal wat volk op de been. Misschien dat we straks naar de markt kunnen gaan, maar nu gaan we het eerst over iets anders hebben. Den Dries, ik heb al dikwijls gehoord, Den Dries gaat naar Parijs. Ik vraag me af, ja, wat is dat? Dat heeft te maken blijkbaar met de visie van Den Dries, met hoe dat er daar ja, naar de dingen gekeken wordt en gewerkt wordt. Kun jij mij zeggen, naar Parijs gaan, wat houdt dat in? Wel, Den Dries is een organisatie, vind ik, waar dat vrij veel dingen bijzonder zijn. Maar dat is wat mij betreft misschien wel het meest bijzondere. Dat is dat Den Dries 30 jaar geleden gekozen heeft om effectief naar Parijs te gaan, als het over de visie ging. 30 jaar en meer geleden in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen waren de meeste benaderingen gericht op, zeker bij mensen met verstandelijke beperkingen waar wat gedragsproblemen mee zijn, gericht op het gedrag en dat proberen oplossen en verbeteren van dat gedrag. Hè. Dat is niet Parijs. Dat is een heel andere stad. Hè. En Den Dries was op zoek naar, wist vooral hoe men niet wou werken en toen is Parijs ontdekt. En Parijs staat effectief voor gentle teaching. Gentle teaching is een benadering die zich zeer sterk richt in de hulpverlening op de relatie met de cliënt. Hè. En veel minder op het gedrag van die cliënt. Ook bij mensen waar gedrag heel primair belangrijk kan zijn of problematisch kan zijn. Hè. Dus dat betekent dat, en daar staat Parijs voor, focus op de relatie. Dus wij verwachten van ons medewerkers, zou kunnen zeggen, dat elke medewerker van Den Dries, in welke functie of rol dat hij zich ook bevindt, dat wij verwachten dat hij probeert te verbinden met de cliënt. Hè. In Parijs is het zo, als je als hulpverlener een dag hebt gewerkt, is een goede werkdag is een dag waar je 's avonds naar huis gaat en het idee hebt of de vaststelling kunt maken dat je relatie 's avonds hechter is dan 's morgens met die cliënt. Ja? Dus wij hebben liever een goede werkdag, we hebben liever een werkdag met heel wat conflicten, turbulenties, problemen die niet vlot is gegaan, maar waar dat er relationeel iets gebeurd is, positief. Hè? Waarin dat de begeleider kan zeggen, we hebben dat samen overleefd en eigenlijk staan we dichter bij elkaar na die moeilijke dag dan voor die moeilijke dag. Dat is Parijs. Hè? En als het over Parijs gaat, wat is uniek binnen Den Dries? Ik denk zelfs wereldwijd kunnen dat zeggen. Want gentle teaching is een benadering die in zeer veel continenten wordt gebruikt. Dat is dat in lengte van tijd wij nooit getwijfeld hebben over Parijs. Eigenlijk is Parijs niet bediscussieerbaar. Dus dat betekent dat als iemand wil komen werken in Den Dries, en dat geldt niet alleen voor mensen in begeleidingsrollen, dat geldt ook voor onze kok en ook voor onze boekhouder, dat mensen die komen werken in Den Dries, als die zeggen van ja, Parijs is misschien een leuke stad, maar Amsterdam heb je daar al eens aan gedacht, dan zeggen we, daar discussiëren we al lang niet meer over. Dat hebben we heel lang geleden gedaan. Hoe we naar Parijs gaan, daar discussiëren we elke dag met elkaar over. Hè? Met elke collega bedoel, is dat een zeer verschillend traject. Een stukje liftend, een stukje met een trein, een stukje met de fiets. Ik bedoel, afhankelijk van wat best past bij die persoon. Maar over Parijs zelf, daar gaan we niet gaan over discussiëren. En ik beschouw dat als een rijkdom in mijn werk als orthopedagoog. Ik werk al 30 jaar in Den Dries, maar ook al 20 jaar op veel plaatsen buiten Den Dries. En voor mij is het zeer frappant, ik denk dat ik zeer goed geplaatst ben om te ervaren hoe verschillend dat de dingen zijn. Want jij komt dan ook in voorzieningen of organisaties waar ze wel naar Amsterdam willen of naar... Ja, of ze zeggen naar Parijs te willen, maar dat ik merk dat met die populatie of in die situatie of bij die gedragsproblematiek, dat men dan zegt dat willen we toch een keer een afrit Amsterdam ook nemen. Ja? Dat is iets wat we binnen Den Dries, als we een afrit zien aan een andere stad, dan overwegen wij niet om die afrit te nemen. Ja, het wordt zelfs niet overwogen. Het is gewoon, we gaan naar Parijs. Ja. En die duidelijkheid... En als ik vergelijk hoe het is binnen Den Dries en buiten Den Dries, want het gaat over dezelfde populatie, soms dezelfde problematieken waar ik bij betrokken ben, ook buiten Den Dries, dan worden er over andere dingen gepraat. Meestal niet het gedrag of veelal wat onder dat gedrag zit. Dus er wordt over andere dingen gepraat, die discussies verlopen inhoudelijk helemaal anders. En als er over gedrag gepraat wordt, over bepaalde dingen gepraat wordt die ook in andere organisaties aan bod komen, dan worden er andere dingen over gezegd. Dus dat is bijzonder verschillend voor mij. En
als ik kijk naar binnen de Dries, als we dat wat concreter proberen maken, wat is er allemaal anders, dan begint het denk ik al bij de mensen die komen werken binnen de Dries. In onze personeelselectie hebben wij de laatste 20, 30 jaar ongelooflijk veel tijd en energie gestoken in het proberen zoeken naar mensen waarvan dat we denken, je kunt daar altijd verkeerd in zijn, maar waarvan dat we denken dat ze Parijs een leuke stad gaan vinden. Dus dat betekent niet dat ze Parijs al moeten kennen. Zij moeten gentle teaching niet kennen. Wij werven heel dikwijls mensen aan die nog nooit gehoord hebben van gentle teaching, maar waaruit we via de selectie proberen te weten te komen, is Parijs een stad, is gentle teaching een benadering die bij hen zou passen. Hè? En dan in die selectie is dat bijzonder, bijzonder primair en bijzonder belangrijk. Hè? Tweede wat wij doen, als mensen dan komen werken bij ons, dan is het vanuit vermoeden, ze gaan Parijs leuk vinden. Dan proberen we zeer veel energie en tijd te steken in en Parijs uit te leggen. Hoe ziet dat eruit? Hoe kun je er geraken? Een opleiding, we investeren zeker het eerste jaar dat mensen in onze organisatie werken, zeer veel tijd en energie daarin om hen te coachen richting Parijs. Natuurlijk, dat doe je niet alleen met vorming. Dat doe je, denk dat mensen de weg naar Parijs vinden, ook heel dagelijks door te ruiken, te zien, te proeven rond hen. Door te zien hoe dat hun collega's... En mensen hebben soms het idee dat allemaal de mensen die in de Dries werken, dat die allemaal hetzelfde moeten denken over dingen. Dat is absoluut niet het geval. Je hebt ongelooflijk veel verschillende manieren om in Parijs te geraken. Hè? Dus ik zou zelf zeggen, we hebben zo twee groepen van medewerkers. We hebben zo mensen die gentle teaching bedrijven vanuit het hoofd. Dat zijn zo mensen die zeggen van, goh, intuïtief zou ik liever soms wel een beetje meer op het gedrag willen of een beetje strikter of wat meer willen corrigeren of dat toch een beetje dwingender rond zijn en sturender rond zijn. Maar die daarover nadenken en zelfreflectie doen. En hoe langer dat ze in een Dries werken, hoe meer dat die zelfreflectie eigenlijk een deel is van hen. Dat zijn medewerkers die soms zeer mooie trajecten lopen, waarvan dat je bij het eerste contact zou denken van oei, Parijs, gaat die dat wel leuk vinden? Nee, als die een weg vinden, een goede route vinden naar Parijs, kunnen dat zeer goede begeleiders zijn of mensen, een agogische functie. En dan hebben we ook, en die hebben we ook nodig, de buiktypes. Zo de mensen die vanuit een buik, vanuit gevoel werken. En die mensen denken soms dat we alleen die nodig hebben. Dat is absoluut niet zo. En dan denk ik ook, gentle teaching is een benadering waarin dat kritisch reflecteren daarover heel belangrijk is. Hè. Dus dat is een element dat je naar medewerkers binnenkomen en dan hoe begeleidt de medewerkers naar Parijs. En dan hebben we onze cliënten zelf ook. Ook dat is zeer moeilijk uit te leggen voor mij hoe verschillend dat is. Ik werk 30 jaar in de Dries. En ik hoor als er probleemsituaties zijn. Hè. Mensen in onze sector leven dikwijls gedwongen samen met mensen waar dat ze niet voor gekozen hebben. Hè. Dus daar ontstaan conflicten. Hè. Ik bedoel, moest ik samen met 10 mensen moeten wonen die ik niet gekozen heb, denk dat ik ook wel wat problemen zou kunnen beginnen stellen voor mijn omgeving. Hè. Dus dat is zeer, zeer natuurlijk zo. En wat als ik denk 30 jaar terug, als er een crisissituatie was, waar het misschien agressie van een van de cliënten was, en waar er heel veel impact heeft gehad, hoe verschillend dat is, de reacties 30 jaar geleden en nu. Hè? Ik bedoel, toen waren die reacties systematisch, gaat die niet gestraft worden, moet die hier niet weg. Hè? Ik bedoel, ook cliënten dachten zo. Hè? Als mensen met verstandelijke beperking in een omgeving zitten waarin dat veel gebeurt, dan verwachten ze dat ook. Hè? Dit is helemaal anders geworden nu. Ik denk dat je die vragen rond sancties en zo verder van cliënten ten opzichte van andere cliënten, dat je die enkel nog hoort van cliënten die relatief nieuw in de Dries zijn. Mensen die 10, 20, 30 jaar in de Dries door de Dries ondersteund worden, die weten het gebeurt niet, dus ze vragen er ook niet meer naar. Dus dat creëert een soort rust, vind ik, die zeer moeilijk uitleggen is. Rust die ik niet voel, ook niet bij cliënten in andere organisaties als ik daar terechtkom. En dan ook nog de families, kun je ook nog afvragen. Wat vinden families, ouders, broers, zussen van onze cliënten, wat vinden die van gentle teaching in Parijs? En daar moet ik zeggen, hebben we ook wel een leertraject afgelegd. Zo, 30 jaar geleden, toen John McGee, de grondlegger van gentle teaching, die jaarlijks in de Dries was, die jammer genoeg overleden is en die we heel erg missen. John
als die kwam 30 jaar geleden, wilden wij de ouders daarbij betrekken als die lezingen gaf en zo verder. Dat was altijd met matig succes, in de zin van opkomst. Maar wat hebben wij in de loop der jaren gemerkt? Uiteindelijk, gentle teaching, wat verwachten wij van onze medewerkers? Dat is dat zij een houding hebben en een relatie proberen opbouwen die zich inspireert op hoe de relatie tussen een ouder en zijn kind is. Een onvoorwaardelijke relatie, dat is waar gentle teach. Dus onze waardering die moet niet verdiend worden van onze bewoners of van onze cliënten. Wij moeten mensen waarderen om wie dat ze zijn, niet om wat ze doen of niet doen. Dat is heel verschillend met gedragsmatige focus en hulpverlening. Dus als je ouders duidelijk maakt en als zij dat beginnen te merken, en dat moet je niet doen met lezingen, maar dat doe je door de dagelijkse relatie die ze zien, die hun begeleiders hebben en hoe dat ze benaderd worden. Als die beginnen voelen dat dat een beetje lijkt op hoe dat zij zelf met een kind omgaan, dan stellen zij daar eigenlijk zeer weinig vragen over. Integendeel, dan vinden ze daar een zeer goede match. Dus ook naar de families toe en naar de netwerken van onze cliënten is dat ook een bijzonder... Ja, is dat een zeer natuurlijk traject. Dus dat zijn zo'n beetje voor mij de grote lijnen die het voor mij heel verschillend maken in de Dries en daarbuiten. En dat is iets wat, als ik zeg, uniek in lengte van tijd. Ik kom in veel organisaties waar dan men, als ik over Amsterdam praat, als ik daar vorming over geef of een lezing over geef of in casusbesprekingen als ik het over Amsterdam heb, die heel enthousiast zijn, maar die geregeld een afrit nemen naar een andere stad. Of onderweg gezegd hebben van ja, nu vinden wij Parijs niet meer de goede bestemming, nu gaan we een andere. En ik denk dat de grote waarde van de Dries, ik denk dat wij daar ook in binnen- en buitenland zelfs redelijk zo gepercipieerd worden, dat is de coherentie al 30 jaar in die visie. Ja. Want dat klinkt een beetje, niet discussiëren over Parijs, dat klinkt een beetje dogmatisch. Hè? Nu, ik hoop dat ik duidelijk heb kunnen maken dat Parijs, dat is een zeer grote stad waar dat iedereen hem goed kan voelen. Dus iedere hulpverlener die bereid is om binnen het kader, de relatie, het relationeel kader daar te beginnen in werken, die heeft plaats in onze organisatie. Hè? Dus de manier waarop is zeer verschillend, maar moet wel binnen het kader blijven. En op het moment dat we merken dat we ondanks alle energie en tijd die we samen met een medewerker erin steken, dat hij echt de weg naar Parijs niet vindt, of dat hij Parijs helemaal niks vindt, dan gaat het ophouden bij ons, denk ik. Hè? En dat is ook een uitdaging, denk ik, voor de toekomst. Hè? We hebben dat al gemerkt in 2012, is ons kompas John McGee overleden. Dus we merken dat we daar heel veel energie en tijd moeten steken in het nu. En ik denk, zeker in de zorg die zo verandert rond de Dries de laatste jaren, dat het voor de toekomst ook een ongelooflijk grote uitdaging gaat blijven om heel erg mensen te vinden die naar Parijs gaan en niet te discussiëren over andere steden. Ja. Dat is heel duidelijk en heel motiverend. Volgens mij moeten wij samen eens naar Parijs gaan. Absoluut, na de lockdown. Hè. Gaan we doen. Goed. Karel, bedankt. Dank u wel.